nog eentje op het dak zien staan. Waar komen bieten vandaan? En zijn ze net als... Hallo allemaal, wat leuk dat jullie kijken. Hebben jullie de show ook gezien? Waar komen Pieten vandaan? Superleuk, hè? Vooral dat liedje. Waar komen Pieten vandaan? Nou, die blijft ook een beetje in je hoofd hangen. Jammer dat de intocht niet door kon gaan. Maar wij hebben daar iets op bedacht. Om jullie toch te laten zien waar de Sint en de Pieten nogal mee bezig zijn, hebben wij 3 korte filmpjes opgenomen. Oh jee, wat is er nu toch weer fout gegaan? Zou computer Piet alles op tijd weer kunnen terugvinden en Sint kunnen helpen? Je ziet het in deel 3 van Sint en de verdwenen verlanglijstjes. Oh, ja. Wat heb ik nu weer gedaan? Wat is er allemaal misgegaan? Waarom heb je mij dan ook niet laten helpen, Klaas? Niet zo mopperen, Klaasien. Dat lost ook niks op. We gaan gewoon eens vragen of de computer Piet Sint kan helpen. Maar we kunnen ook vanavond naar buiten gaan en dan kunnen we luisteren wat de kinderen willen hebben. Ja, dat lijkt me een goed plan. Of lijkt naar je Piet. Dan kunnen de mensen iets doen. Ik verveel me dood. Het is nog saaier dan toen we piraat waren en wekenlang op de boot zaten. Daar konden we nog in de masten klimmen en dingen naar elkaar toe gooien. Oh, maar dat kunnen we hier ook goed doen. Nee jongens, echt niet. We gaan niet naar buiten als het niet echt nodig is. En was nou eens een keer je handen. Je zit overal aan en daarna weer pepernoten in je mond te stoppen. Dat kan echt niet hoor. Oh jongens, niks aan de hand. Sint heeft per ongeluk toch goed gedaan. Want ik heb hier allemaal lijstjes in mijn mailbox. Oh ja. Ja, ik ook. Oh, dat is wel heel erg fijn. Ik kan van alle lijsten 1 grote lijst maken. En dan stuur ik die naar jouw printer in, papiet. Nou, zie je nou wel, hè, Klaasien, dat ik het wel kan. Huh? Oh-oh. Wat is er voor langlijstjes, Piet? Je kijkt zo moeilijk. Ik denk dat er toch iets niet helemaal is goed gegaan. Wat is er aan de hand? Oh, ik zie het al. Wat? Heb ik het niet goed gedaan? Wat dan? Oh, ja, de verlanglijstjes zijn door elkaar geraakt. Kijk, Emma van 2 krijgt nu een skateboard. En Daan van 7, die vraagt ineens een My Little Pony. Dat is niet zo mooi. Kan je dit niet verhelpen, computer Piet? Nou, ik zal eens gaan kijken. Sint, ik neem er even uw scherm over, hoor. Ja, Klaas. En dan moet jij overal van afblijven, hoor. Ja. Eens even kijken. Dan klik ik hierop en dan weer daar. Ja, dan doe ik dit en dat. Oké, het klopt weer. Ik zie al wat er mis is gegaan. Nou, ik doe nog een keer dit en dan moet het weer kloppen. Verlanglijstjes, Piet. Ik stuur het naar jou. Controleer jij nu of het klopt? Ja, ik ben al eventjes aan het kijken, ja. Oh ja, ik zie het al. Het klopt gelukkig weer. Emma krijgt nu de Little Pony. En Daan krijgt nu de skateboard. Ja, het is helemaal nu in orde. En Impa Piet, ik stuur nu de lijsten door naar jouw printer. En dan kan je beginnen met inpakken. Ja, dat is allemaal wel goed hoor. Dat ga ik niet af alleen. Daar heb ik wel hulp voor mij nodig. Ik denk dat we Inpakpiet allemaal moeten helpen met het inpakken van de cadeautjes. Ja, dat is een goed idee, Hoofdpiet. Kijk, ik zorg er wel voor dat iedereen inpakpapier krijgt en plakband en een schaar om het allemaal in te gaan pakken. En dan print ik alvast de lijstje uit om de juiste cadeautjes bij elkaar te zoeken. Ja, en dan breng ik die naar jullie toe. Ja, ja, dat klinkt goed, hè? Jullie allemaal samenwerken,
Nou, dan komt het vast goed. En kijk, ik heb hier nog wat extra inpakpapier. Hè? Dat kan ik wel sturen natuurlijk. Ja. Nou, gelukkig is alles toch nog goed gekomen en kunnen de pakjes op tijd bezorgd worden bij de kinderen. Maar het was wel heel spannend hoor. Wat vonden jullie daarvan? Wij hopen dat iedereen een hele mooie Sinterklaasavond gaat vieren. En tot volgend jaar. Dag!